Het park open. Het park gaat open. Ja. De bezoekers komen eraan. Nou, daar gaan we dan, hè? Ja. Er zijn er veel jaren. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien dat zij zijn. Dat vinden wij alle zo prettig. Ja, ja, mag meer zingen. Daarom zingen wij blij. Zij leven lang. Hoera, hoera. Zij leven lang. Hoera, hoera. Zij leven lang. Hoera, hoera. Ja, ik ga even door. Nummertje 11. Nummertje 18. Jeroen, die twee jongens moeten er nog uit. Die twee jongens moeten er nog uit. En ik probeer zoveel mogelijk mensen door te laten. Het is nou druk. Ik probeer er 18 te krijgen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Ik ga geen gezinnen en families ga ik niet uit elkaar halen natuurlijk. Nee. Moet je nou opletten dat ze niet blijven zitten in die keer? Ja. Ja. Er zijn er veel die het proberen. Ja. Ja. Maar ja, mijn collega ziet ook niet alles natuurlijk. Ja. Dus ik probeer ook een beetje op te letten. Zoals net ook de twee jongens bleven zitten, dat zag hij niet. Ja, dan vertel je dat even. Geen probleem. Het moet doorstromen, hè? Het moet doorstromen, ja. Kia! Hallo! Hallo! Zusje! Wat met je enige zus? Heb je dit jaar gedaan? Hoe is het? Met mij is het uitstekend. En aan de poort? Aan de poort is het drukjes. Fijn. Gezellig druk. Doei! Leuke mensen. Doei! Kilometer leg je nou per dag af? Als ze heel de dag aan deze kant zouden staan, het is ongeveer een halve meter per seconde, dus 30 meter per uur. Maal, of 30 meter per minuut, maal 60 minuten, 1,8 kilometer, maal 8 werkuren, zeg maar. Ja, straks 12, 13 kilometer per dag. Ja. Moet je wel een wennenzek in het begin? Eerste paar dagen zijn ze echt bek af als ze hier heel de dag op staan. We hebben dus voor de mensen, voor personeel zelf, een rouleersysteem opgezet. Als deur. Dan hou ik in, ze staan een half uur hier en dan schuiven ze elke keer een plek op. En dan, als ze bijvoorbeeld met zes seizoeners zijn op een dag, dus zijn mensen die dus genoeg technische kennis hebben van de attractie, om de attractie te besturen, dan zitten ze om de drie uur, zitten ze een half uur. Als deur. Ah, dit is dus echt lopende bandwerk, hè? Ja, nou, als leidinggevende draaien wij zelf niet mee met ons personeel, met onze seizoenmedewerkers. Wij vallen buiten het rouleerschema. En meestal, wij staan dus enkel op de banden om af te lossen. Voor de verder rest hebben wij eigenlijk onze eigen werkzaamheden. Ja. Houdt in personeelsplanning, takenverdeling, die soort dingen. Denk aan je knie, ja. Afsteun. Afsteun. Ja, veel plezier, hè? De storing wordt opgelost. Ja, het zijn natuurlijk ook technisch ongelooflijk ingewikkelde dingen, dit. Het zijn ongelooflijk ingewikkelde dingen, ja, dat klopt. En het is nieuw, ook voor onze technische dienst. Ja, een boek met allemaal elektrische schema's erin. En de jongens van de technische dienst moeten zich natuurlijk ook wat inwerken in die materie. Ja. Voor hen is iedere storing ook weer nieuw. Hij doet het. Hij doet het? Ja. Het is gelukt. Hoeveel keer draai je naar proef voordat je hem openstelt? Ja, normaal gezien draaien we tweemaal op handbedrijf, handbediening, en tweemaal op automatische bediening. En dan wordt hij opengesteld voor het publiek.
dezelfde top.